Michel Kreek, de gelegenheidscoach, bij afwezigheid dus van John Heitinga. Beterschap aan hem. Hij aan de buis gekluisterd vanavond dus om deze wedstrijd te aanschouwen. Terwijl Balk in de diepte wordt gestuurd. En hij het balbezit heeft. Is wel alleen. En dan kan Maddy door. Utrecht met de eerste kans. Maddy. Voorzet is niet goed. Dan uiteindelijk in tweede instantie Rijks nog op de inzet van Jenner. Maar Rijks ziet de bal overgaan. Gadelaar de doelman met een snelle spelervatting. Balk in de diepte. Lijkt balverlies te leiden. Houdt hem dan toch in eigen bezit. Maddy loopt dan goed door. En dan is deze paas onzuiver. Is het schot van Jenner en Rijks die hem overwerkt. Maddy. Daar de eerste kans voor Jong Utrecht. Met Selouf. Maar de redding was van doelman Zetvoort. En geel dan van Bonsoe. Ook hij wat wild. Gerrits houdt het kort in de openingsfase. Meissen bereikt van de kust niet. Rasmussen neemt over. Van de Hoek is daar. Rasmussen. Fitzjim. Regeer. Fitzjim. Poging met links, maar niet op doel. Van de Hoek. Naar Gadela. En dan ingeleverd bij Douglas. Hielson. Douglas Hielson. Goeie bal. Regeer is vrij. Regeer met de 1-0. Ja. Het is de middenvelder die zich in de punt van de aanval doet gelden. Wordt daar goed gevonden. Kan wegdraaien bij zijn tegenstander. En het is Regeer die de 1-0 maakt voor Jong Ajax. Opgezet door Hielson. En dan in de draai 1-0 voor Jong Ajax. Het doelpunt op naam van Joeri Regeer. Maddy. Nou, met Moussampa. Maddy. En toch weer Ajax in balbezit met Hielson. Regeer loopt door. Van de Hoek zit er tussen. Meissen geeft nog een gooi aan Regeer. Niet bestraft door Gerrits. Daar nog even de duw. Van de Hoek. Jenner. Nu geen balverlies leiden. Dan wordt het gevaarlijk. Daar is Regeer. Vastgepakt door Huizing. Geel voor Huizing. Ja. Terecht. Onderbreekt een aanval die wellicht dat op kunnen leveren voor de Amsterdammers. Moussampa. Aartsen. En die brengt zichzelf in de problemen. Selouf neemt over. Selouf. Selouf. Geen oog voor een medespeler, want naast hem... Meissen. Maddy. Van de bal afgelopen door Moussampa. Hielson. Fitzjim. Een lastige bal daar voor Meissen. Die een corner weggeeft. De centrale verdediger van Utrecht. Snel genomen. Regeer niet. Van de kust. Jenner, Bonsoe, Balk is onderweg, maar dan komt de paas niet. Gadela, Rijks krijgt hem niet doorgespeeld naar Balk. Het is allemaal een beetje lastig om de voorwaartse te vinden aan beide kanten. Van den Hoek. Selouf. Selouf doorgelopen van de kust zelf. Bonsoe. En nu Selouf.
uitzoeken. Waar gaat hij naartoe? Daar naar Balk. En dan het voetje van Douglas. Zelouf. Balk vraagt. Die komt met de inzet. En dan zit Douglas ertussen. Overtreding. Rommelig in deze openingsfase van de tweede helft. Daar de kans voor Giovanni. Geen buitenspel. Giovanni met de 2-0. En die krijgt hem er niet in. In één keer is de Braziliaan weg. De man van Santos. Dan is hij weg. Maar hij vindt slechts het zijnet. Gervencio van de kust. Rasmussen. Rasmussen. Gadella. En die heeft hem in tweede instantie. Sanchez Fernandez. Zelouf. Sanchez Fernandez. Huizing. En bijna nog aangeraakt door Balk. Die inzet van Huizing. Maar weer een klein kansje voor Jong FC Utrecht. Jennerijt lijkt de bal te verliezen. Komt er alsnog als winnaar uit. Meijsen. En daar is ruimte bij Huizing. Raymond Huizing. Paasje is goed. Nee, is niet goed. Wel goed. En dan appel voor de strafschop. Wordt niet gegeven. Sanchez Fernandez die hem wil hebben. En dan Ajax aan de andere kant met Rasmussen. Gadella is omspeeld. Daar is het Giovanni. En dan gaat hij naast. Dat scheelt nauwelijks iets. Nog eens kijken wat daar gebeurt. Door de benen. En de bloktackle dan van Moussampa. En die komt dan goed weg met Sanchez Fernandez. Aan de andere kant Rasmussen. Gadella is dan weg. En het scheelt nauwelijks iets. Zelouf raakt hem niet aan. Rasmussen. Regeer is op weg. Regeer, daar is hij. Geen buitenspel. Regeer. En bijna Christian Ilson. Huizing. Richting de dugout. Balk. Remco Balk. Nou, probeer het. Remco Balk. De schuiven met rechts. Jeroemi Warmerdam. Het spel is kort. Ajax houdt de bal nog bij zich. Regeer. Fitz-Jim. En dan de kluts. Foutje van Eersteling. Fitz-Jim. Fitz-Jim. En daar is hij dan, Kevin Gadella. Voorkomt de tweede goal van Jong Ajax. Fitz-Jim probeert het met enig geluk. Na het foutje van Eersteling krijgt hij die bal mee. Een wedstrijd met heel weinig kansen. En met tot nu toe slechts één treffer. Dat zijn we wel eens anders gewend geweest in wedstrijden tussen Jong Ajax en Jong Utrecht hier in Utrecht. Sanchez Fernandez. Sanchez Fernandez te ver voor zich uit. Gaat allemaal net goed. Balk. En Akaras. En dan Eersteling. Dan Medi. En die levert zomaar in. Wat is Utrecht slordig in de eindpaas. Fitz-Jim. Jeroemi. Met Van der Kust. Voor de rest weinig Amsterdammers mee. Van den Hoek. Gadella. Oeh, die mist hem. Oh, oh, oh. En dan brengt hij zichzelf in de problemen. En dan gaat hij er alsnog in. En dan is het Christian Rasmussen die het foutje van die doelman van Jong Utrecht genadeloos afstraft. Hij vergeet dat hij een keeper is en dat hij een niet al te goede voetballer is. En dus trapt hij in zijn eigen schijnbeweging en maakt Rasmussen het af. En zo heeft Jong Ajax zonder al te veel problemen
uiteindelijk toch nog een zege in Utrecht behaald. 0-2 de eindstand door doelpunten van Regeer. Jurie Regeer in de 16e minuut. En aan het eind van de wedstrijd in de 90e minuut was het nog de goal van Christian Rasmussen.